Donderdag 9 november werd op het Lingencollege een cheque uitgereikt aan de stichting Vrienden van Vrijthof. Voorzitter Lucien Tros mocht een bedrag in ontvangst nemen van ruim 10.000 euro. Sinds een jaar of acht hebben wij de Coupertest gekoppeld aan een goed doel. En dit is de vierde keer dat we dat doen. Eens in de twee jaar doen we dat. We hebben voor stichting Heartbeat hebben gelopen. We hebben voor de Clinic Clowns gelopen. We hebben voor stichting Leergeld gelopen. En we hebben nu gelopen voor de Vrienden van Vrijthof. Nou, de leerlingen die zijn op pad gegaan. Ze hebben een brief gekregen van ons waarbij ze sponsoren gingen zoeken. En ze hebben daar een paar weken de tijd voor gehad voordat ze gingen lopen. Vervolgens zijn ze de loop gaan lopen. En in de week daarna hebben ze allemaal het geld, bijna allemaal, er moeten nog een paar enveloppen binnenkomen. Maar hebben ze het geld bij de sponsoren opgehaald. Het gaat in totaal tot nu toe 10.701 euro. En met een beetje geluk gaan we richting de 11.000 euro. Met het geld wat nog binnen moet komen. Wij vinden het een hele speciale actie. En we hebben als motto altijd kinderen lopen voor kinderen. En dat hebben we nou drie keer gedaan. En dit jaar is het echt omdat Lucien heeft aan ons gevraagd, kun je ook iets doen voor Vrijthof, voor de mensen die daar zitten. En het is regionaal en we vinden het een heel mooi iets om juist deze doelgroep ook te voorzien dat zij mooie dingen kunnen doen. En we hopen dat ook binnen school wat gaat leven, zodat de leerlingen die hier zitten ook eens iets kunnen gaan betekenen voor Vrijthof misschien. En dan heb je helemaal, sla je twee vliegen in één klap. De Vrienden van Vrijthof laat de zon altijd schijnen in het zorgcentrum. En daaraan zal het geld besteed worden. We hebben een hartewensactie en daar laten we concrete wensen van bewoners in vervulling gaan. En die wensen die gaan we daarvan financieren.